Mijn hele leven hebben er twee mensen in mij geleefd. De ene is mijn ego. Luidruchtig, veel eisend, gestrest en berekenend. De ander is mijn verborgen ware zelf. Aan deze stille stem van wijsheid geef ik te weinig aandacht. Wanneer we naar een teaching luisteren, erover nadenken en ze tot deel van ons leven maken, wordt onze innerlijke stem, onze aangeboren wijsheid, gewekt en versterkt. Lama Sogyal Rinpoche, welke praktische oefeningen kan ik in het dagelijkse leven toepassen om het ego de baas te zijn?